Welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en in dit filmpje ga ik jullie een mini-uitbreiding uitleggen voor Carcassonne, Duitse kathedralen. We hadden al Duitse burchten en Duitse kloosters, dus dan kunnen de kathedralen natuurlijk niet achterblijven. 6 tegeltjes die we toe gaan voegen aan Carcassonne en daarmee kan je veel punten gaan verdienen met de kathedraal zelf en met de wegen die daaromheen leiden. Dus laten we snel gaan kijken hoe dat gaat. En dit zijn de 6 kathedralen die we erbij krijgen. In de handleiding staat ook nog vernoemd welke kathedralen het zijn. En ze zijn te herkennen aan het kathedrale symbooltje onderaan en misschien ook wel gewoon aan het plaatje zelf natuurlijk. Elke kathedraal ligt gewoon midden in het veld met aansluitend 3 of 4 wegen. En deze tegels die schud je gewoon door de grote stapel heen. Dus daar doen we verder niks bijzonders mee. We gaan gewoon Carcassonne spelen en trek jij een tegel met een kathedraal eraan. Dan heb je 3 keuzes. Je kan natuurlijk als boer in het veld gaan liggen, maar daar zijn geen speciale regels voor, dus dat sla ik even over. Je kan verkiezen om het klooster te gebruiken als een aartsbisschop. En dan ga je straks proberen die wegen te sluiten. Of je gaat gewoon als een struikrover op de weg staan. En daarmee kan je extra punten gaan verdienen. Wordt de weg later afgemaakt, dan krijg je niet 1 punt per weg, maar 2 punten per wegdeel. Dus in dit geval 2, 4, 6, 8 punten. In plaats van normaal dat je er 4 zou krijgen. Sterker nog, maak jij een weg af die begint en eindigt in de kathedraal, dan telt die kathedraal beide wegen apart. Dus dan krijg je maar liefst 2, 4, 6, 8, 10 punten. En daarna gaat je poppetje natuurlijk gewoon ervan af. Je kan er dus ook voor kiezen om je poppetje op de kathedraal zelf te zetten. En dan ga je punten scoren, tenminste extra punten scoren, als alle wegen die naar de kathedraal toe leiden, als die af zijn. Dus stel, deze tegel wordt aangelegd. Dan zijn alle wegen naar deze kathedraal toe, die zijn afgesloten. En de aartsbisschop krijgt 1 punt voor elke wegtegel die verbonden is met de kathedraal. En ook nu geldt weer dat dit allemaal als aparte weggetjes zijn. Dus je krijgt maar liefst 3 punten voor deze tegel. 3 wegen. 4, 5, 6, 7, 8. Dus de eigenaar van de kathedraal krijgt 8 punten en daarna is ze een miepel ervan af. En de gele speler zou in dit geval dus 2, 4, 6 punten krijgen, omdat hij 3 wegdelen heeft die grenzen aan de kathedraal. Mocht het spelletje aflopen, maar is de kathedraal nog niet af, dan scoor je 1 punt voor elke wegtegel die naar de kathedraal toe leidt. En ook sta je op de weg, dan krijg je niet 2 punten, maar 1 punt voor elk wegdeel wat naar de kathedraal toe leidt. En dat is eigenlijk alles, dus je scoort gewoon meer punten als je de wegen rond de kathedraal afmaakt. Of de kathedraal zelf bezet. En natuurlijk sta je op die kathedraal, dan ga je zelf proberen zoveel mogelijk de wegen daarvan en naartoe te bezetten. Zodat je lekker veel punten kan gaan binnenharken. Hij is ook prima te combineren met die eerste uitbreiding. Ligt je weg die je afmaakt aan een herberg, dan krijg je maar liefst 3 punten in plaats van 2. En ook hier geldt dan voor de aartsbisschop dat elke wegdeel telt niet als 1 punt, maar als 2 punten. Nou, dat is natuurlijk wel als een herberg aan de weg ligt en hij ligt niet af, krijg je 0 punten. En dat geldt dan ook voor de aartsbisschop. Maar dat is alles. 6 tegeltjes met een kathedraal erop en die ga je gewoon toevoegen aan het spel. En kan je dus extra punten gaan scoren met de wegen daaromheen en de kathedraal zelf. Mocht u er nog vragen over hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder. Of stuur even een mailtje naar thespellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.